Het Nederlands elftal speelt vanavond weer een kwalificatiewedstrijd voor het aankomende wereldkampioenschap in Qatar. Afgelopen weken was er veel ophef over de slechte arbeidsomstandigheden in de voorbereidingen voor het WK in dat land. Vinden de Tilburgers dat Nederland naar het WK in Qatar moet gaan? Nee, omdat het zo extreem is. Duizenden mensen omgekomen om samen een voetbalwedstrijd te spelen. Nee, dat vind ik te ver gaan. De omstandigheden zijn niet goed. Het is met corruptie tot stand gekomen, dus ik vind dat je daar niet aan moet deelnemen. Te veel dooien, hoor je niet te gaan voetballen, klaar. Je gaat niet voetballen op een kerkhof. Ik vind van niet, nee. Ik vind dat ze een statement moeten maken, dat ze niet kunnen maken om daar het Wilhelms te zingen op mensenlevens eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ja. Vind ik dus heel lastig. Het lijkt me heel raar. Zeker gezien de omstandigheden waarop het gebouwd is. Het is absurd eigenlijk om die kant op te gaan. Het is niet Nederlands ook. Ik denk dat we daar als land best wel achter mogen staan dat we dat dan dus niet doen. Nee, ik vind dat ze niet moeten gaan. Want ik vind dat dit het moment is, als het gaat over mensenrechten, om te zorgen dat je echt een statement maakt. En ik moet zeggen dat ik me ook wel geërgerd heb aan het feit dat de verschillende voetbalteams wel een statement wilden maken, hè, met een t-shirt. Maar dat ze vervolgens wel gaan. En ik denk dat hier heel erg op scherp staat dat economische belangen staan tegenover mensenrechten. En ik vind dat mensenrechten voorgaan. Ja, mensen die hebben daar heel veel armoede. En wij gaan daar lekker ons voetbalspel spelen. Ik vind het is eigenlijk maar een spelletje als je erover nadenkt. En dat daar zoveel mensen voor moeten sneuvelen. Ik vind het toch wel heel triest, ja. En dat we daar ook nog inderdaad ons volkslied gaan lopen zingen. Ik vind het een beetje hypocriet zelfs. Ja. Nou ja, ik ben het er wel mee eens dat als er mensenrechten geschonden worden, dat we eigenlijk als protest niet moeten gaan. Dat wij dan als land misschien juist moeten zeggen van, we doen het niet. En als voorbeeld moeten geven voor de rest van de wereld.